Dat is een hele goede vraag. Een hele slimme vraag. Mevrouw Kaag, mevrouw Kaag, we zijn er! Bent u er klaar voor? Ja, denk het wel. Top. We gaan vandaag Sigrid Kaag interviewen. Ja, lijsttrekker van D66. Ze is een hele nette vrouw. Ze praat heel keurig. Dus ik ben benieuwd of we met haar vragen haar misschien wat meer uit haar comfortzone kunnen halen. Wat voor meisje was u vroeger op school? Ik kon goed leren. Ik vond het ook leuk om naar school te gaan. Ik was niet zo goed in de exacte vakken, of helemaal niet eigenlijk. Maar ik hield heel erg van talen en geschiedenis. Is dat dan ook de reden dat u dan de 6 talen spreekt? En hoe heeft u dat dan allemaal geleerd? Nee, gewoon op de middelbare school. En daarna ben ik ermee doorgegaan. Arabisch leer je natuurlijk niet op de middelbare school. En Spaans ook niet. Dat heb ik daarna geleerd. Maar ik heb gymnasium Alfa gedaan. Ja. En dan begin je met heel veel talen. En ik had ook wel een beetje een talenknobbel. Ja, ik ben zeker heel erg benieuwd naar haar. Omdat ze... Ik heb haar documentaire gezien waarin ze steeds had... weet je wel, de politiek. Nou, je moet je niet ambiëren om lijsttrekker te worden. En dan doet ze het toch. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar wat dan die reden eigenlijk is. Ja. Wilde u vroeger ook de baas zijn? Of is dat later een beetje gekomen? Nee hoor, volgens mij vond ik het fijn om ergens verantwoordelijk voor te zijn. En als je ouder wordt en je krijgt meer ervaring, je doet meer, dan merk je dat je het ook best leuk vindt. Maar ik hou heel erg van dingen doen samen met andere mensen in een team. Ik heb ook altijd teamsporten gespeeld. En wat wilde u vroeger dan worden? Nou, ik wilde geloof ik eerst eigenlijk liever arts worden. Maar ik bakte er niks van de schei en natuurkunde. Dus ja, dan is dat snel einde oefening. En ik was altijd geïnteresseerd in de politiek en ik had een soort interesse in dingen die internationaal zijn. En ik had nooit een soort beroepsgedachte. Ik denk dat als zij premier zou zijn, dat ze een goede wel zou zijn. Omdat ze, ze heeft goede meningen, vind ik zelf altijd. Goede argumenten en kan ze ook goed allemaal onderbouwen. U wilt nu premier worden en ik heb sinds mijn 8e ook de droom om premier te worden. Misschien dan nu niet de eerste, maar misschien de tweede of de derde. En waarom zijn vrouwen eigenlijk belangrijk in de politiek? We zijn 50% van de Nederlandse bevolking, van de wereldbevolking. En er is nog best wel een achterstand in te halen voor de zichtbaarheid en de erkenning van wat vrouwen allemaal kunnen. En ik denk dat het een heel mooie boodschap is, juist voor jonge meisjes en vrouwen, dat ze gewoon hun nek moeten uitsteken. En het gaat er niet om of je het uiteindelijk haalt, maar je moet je passie en je interesse durven te volgen en je niks aantrekken van al die roeptoeters aan de zijkant waarom het allemaal niet gaat lukken. Dus daarin zijn rolmodellen ook heel belangrijk? Rolmodellen zijn daarin heel belangrijk, want als jij meer vrouwen ziet, dan denk jij toch ook, hé, dat kan ik ook. Ja, zeker. En ze zegt altijd zo van, bij D66 is het tijd voor nieuw leiderschap. Maar ik vraag me af, waarom is het tijd voor nieuw leiderschap? Was Rob Jetten dan niet goed? U zegt overal dat het bij D66 tijd is voor een nieuw leiderschap. Maar was Rob Jetten dan geen goede leider? Oh, absoluut. Maar mijn nieuw leiderschap gaat niet over Rob Jetten. Dat gaat over hoe ik leiderschap wil vervullen. En waarop ik verkozen hoop te worden. Dat betekent een keuze voor een moreel kompas. Duidelijke keuzes maken over een groen herstel. Dus de klimaatcrisis echt aanpakken. De armoede in Nederland echt bestrijden. En een eerlijker Nederland uit die coronacrisis zien op te bouwen. En dan vind ik dat je een andere partij voor moet verkiezen. En ik denk dat ik een ander leider ben dan bijvoorbeeld een Mark Rutte. Die baan prima heeft gedaan. Maar we zijn nu in een hele andere fase in Nederland. En we moeten andere keuzes maken en die echt durven te maken. Dat is leiderschap. Het kan natuurlijk ook zijn dat zij dit nu zegt omdat zij wil premier worden. En Rutte is nu al best wel lang premier. Dus het kan zijn dat ze zegt, nee, het is niet gezond om zo lang premier te zijn. Omdat ze wil dat er een andere premier komt. En dan is zij natuurlijk een kanshebber. Het zou een tactiek kunnen zijn, maar ik denk dat als ik Kaag zo een keer op tv of zo zie, denk ik niet dat dat haar bedoeling is. D66 is een partij die ook wil dat de premier verkozen wordt. Dus het is niet aan de grootste partij om de premier te leveren. Wij willen graag dat een premier direct wordt verkozen door de mensen in het land. En dan is het helemaal logisch dat je zegt, nou, 2 keer diezelfde persoon en daarna iemand anders, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Goed voor het land. U heeft natuurlijk veel in het buitenland gewerkt. En Nederland is in het buitenland vooral bekend om kaas. Werd u dan ook wel eens Sigrid Kaas genoemd?
Nee, want dan moet je Nederlands voor spreken om dat te doen. Maar Sigrid Fromage dan? Nee, ook niet, want ze wisten het niet. Ze noemden me altijd Sigrid. Het was natuurlijk altijd grappig, zo van, oh, is dat sigaret, et cetera. Nou ja, was ik als kind ook wel aan gewend. Het kaaskoppengrapje, nee, dat is echt uniek Nederlands. Sigrid Kaag heeft een man uit het Midden-Oosten, dus haar kinderen hebben een andere achtergrond. Geven uw kinderen u wel eens advies? Altijd. Maar meer kritiek, zou ik zeggen. Ik beschouw het dan maar als leuke kritiek, goed bedoeld. Ze hebben natuurlijk ook, omdat ze overal op de wereld gewoond hebben, hebben ze best wel een blik ook van buiten. Ze zijn heel gevoelig voor racisme en discriminatie in Nederland. Zij zien dat denk ik nog veel beter dan iemand van mijn leeftijd en ook mijn huidskleur. Dus ze houden me scherp en dat vind ik hartstikke goed. Zelf heb ik ook een andere achtergrond, dus waardoor ik zelf in een hokje word gestopt. Het lijkt mij zeker interessant om het daar met haar over te hebben. We zien ook dat mensen met een migratieachtergrond vaak een lagere schooladvies krijgen, kinderen, door de scholen zelf. Of dat er wordt gedacht dat ze niet mee kunnen komen, terwijl ze dat prima kunnen. En dat moeten we natuurlijk heel erg blootstellen, maar op een manier dat iedereen zijn voordeel erbij kan doen. En er is ontzettend veel bewustwording nu, denk ik, bij veel docenten en in veel scholen en bij kinderen zelf, dat ze weten, hé, hallo, ik heb altijd goede cijfers gehaald. Waarom word ik opeens naar de MAVO gestuurd? Wat prima is. Maar ik kan HAVO of VWO doen, als dat zo is. Dus er gebeurt veel meer. En ik denk dat de leerkrachten, die zijn er zelf ook veel meer mee bezig. Ik vond eigenlijk dat ze minder net was, om zo wat te zeggen. Ja, het is misschien ook wel iets van haar karakter. Ik denk dat we wel gewoon meer, ja, zoals we het altijd zeggen, Sigrid hebben gezien en wat minder Sigrid Kaag. Nu bent u natuurlijk best wel keurig. U praat heel netjes, heeft nette kleren aan. Maar was u vroeger ook zo netjes? Ja, ik heb altijd op dezelfde manier gepraat. Dat heb ik van huis geleerd. Ja, ik weet niet, zo netjes, weet je, ik kleed me ook nu voor het werk. Ik ga zo een grote speech geven. En stel dat u premier wordt, hoe gaat u dan kinderen meenemen? De mening van kinderen, hoe gaat u die meenemen in uw beslissingen? Nou, dat is een hartstikke goede vraag. Ik ben als minister, heb ik een internationale jongerenconferentie georganiseerd. Dus het zijn natuurlijk een iets oudere groep. En ik wil sowieso me laten adviseren op vaste basis door jongeren, dat doe ik nu ook al als minister, om hun ideeën en adviezen mee te nemen. Dan gaan we natuurlijk naar een leeftijdscategorie iets meer jullie leeftijd, 12 jaar oud. Want jij bent 12 ook, Lars? Ik ben 13. En ik ben 12. Oh, jij bent 12. Oké, ja, meisjes zijn altijd iets langer op die leeftijd. Ik was ook de langste van mijn klas. Dus dan kunnen we ook natuurlijk op die manier regelen. Want jullie hebben natuurlijk allerlei hartstikke slimme ideeën. Maar waar jullie over praten en wie jullie interviewen, dat doet ertoe. En wat moeten kinderen nou eigenlijk weten van D66? Wij zijn een partij die ervoor wil zorgen dat iedereen echt niet alleen een gelijke start krijgt, maar dat je alles kunt worden wat je wilt worden in je leven in Nederland. Wij zijn tegen discriminatie. We willen dat niemand lijdt onder racisme, discriminatie. Dat willen we keihard aanpakken. We willen ontzettend veel huizen bouwen. Voor ieders portemonnee, zou ik zeggen. Dat is nu niet jullie probleem, maar de tijd gaat snel. Voor je het weet ben je 18, 19 en dan zoek je opeens een kamer. Die moet er dan wel zijn. En we willen natuurlijk zorgen dat Nederland groen wordt, echt groen. En dat jullie toekomst veilig is en zeker. En dat jullie niet gaan lijden onder de gevolgen van de klimaatcrisis. Want klimaatverandering gebeurt al elke dag. Het is nog niet zo erg als in andere landen. Maar als we er nu niks aan doen, dan zijn we te laat. En dat gaat jullie het hardst raken. Bent u zenuwachtig voor de verkiezingen? Een beetje. Ik voel me best verantwoordelijk voor het eindresultaat natuurlijk, want ik ben lijsttrekker. Het is ook een stukje van jezelf, het is persoonlijk. En er zijn ook heel veel dingen die ik ga doen die ik nog nooit eerder heb gedaan, dus ja. En wat voor dingen dan bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld al die debatten, ik keek er altijd vroeger naar, ik vond het altijd super saai. En nu moet ik zelf meedoen, dus het is wel een beetje eng. Ik denk juist dat ze het wel heel goed gaat doen bij de verkiezingen, omdat ze veel goede argumenten heeft en ook een sterke mening heeft. Ze weet ook wat er in andere landen gebeurt en hoe dat nou eigenlijk is, bijvoorbeeld in een ander land. Dus ik denk dat ze die ervaring goed kan meenemen. Speelt u wel eens spelletjes op uw telefoon? Nee, mijn kinderen doen dat wel. Ik heb er geen geduld voor. Ik heb de hele tijd berichten. Dat is mijn spelletje.